beweging gemaakt waar de VAP dominant in was. En we kennen die periode toen de VAP dominant in was. Het was een zeer onrustige periode. Het was een periode van grote ontevredenheid. Ja. Niet, en die regering heeft niet gewerkt, heeft niet gefunctioneerd. Dat is in die periode toen Abayesha werd doodgeschoten. Onder meer, hè, waarbij men praat over doden die zijn gevallen. Zijn toen ook doden gevallen. En er is toen ondemocratisch gehandeld. Men heeft meer dan 40 mensen opgesloten. Ja. In tijdens de staking van 1973. Zonder vorm van proces. Zonder in staat van beschuldigingsstelling. Gewoon mensen komen ophalen. 6:30 's morgens. Begrijpt u? En die dingen zijn gebeurd. Ik zeg niet dat er na 80 ook geen vervelende dingen gebeurd zijn. Zijn ook gebeurd, maar zijn ook daarvoor geweest. U weet, er is een gezegde dat luidt: Lagajisa Taki. Adeja Madeja naartoe. Want wat doet die Lagajisa? Hij boort onder de schut en gaat hij bij buurvrouw krijgen, bij andere buurvrouw, bij andere buurvrouw. Wat ik wil zeggen is dat door de tijden heen er ondemocratisch gehandeld is. Ja. Niet alleen in 80-87. Ook daarvoor. Ook in 69 bijvoorbeeld. Ja, ja. Begrijpt u dus? Dat is wat ik wil zeggen. Kon Aaron die klap niet verwerken in 69? Nou, Aaron is dus... ik zeg niet Aaron. Pengel heeft die klap niet verwerkt. Pengel is gestorven. Helaas in juni 1969, dat was een waarachtige volksleider. Mm-hmm. Die natuurlijk ook fouten gemaakt heeft in zijn bestuur, maar het was een man van het volk. En het volk identificeerde zich ook met de man. Zeker de Creoolse volksgroep, maar ook breed daarbuiten. En hij is dus gestorven in juni 1969, meen ik. Hij is afgezet in januari of februari 1969 en kort daarna is hij overleden, helaas. Ja. Maar hoe is het mee verder verlopen? Nou, mee heeft gezeten tot november 1973. Ja. En toen is er een verkiezing gekomen. En uit die verkiezing is gekomen de regering Setni. En die regering werd geleid in feite door de heer Lachman. Ja. Maar de heer Lachman heeft dus toen niet de stap gewaagd om te zeggen, ik ga zelf leiden. Hij heeft meneer Jules Setni naar voren geschoven. En er is zelfs een bijnaam daaruit voortgekomen die ik niet zal herhalen. Maar ja. Het is een periode geweest waarbij eigenlijk de partij die het voor het zeggen had, niet echt naar buiten toe de verantwoordelijkheid droeg. Ja. En heeft de PNP als een soort pion naar voren geschoven. Ja, dus die combinatie PNP-VAP zat aan van 69 tot 73. Dat klopt. Oké. En heeft Pengel... Aaron toen aangewezen als nieuwe leider van de NPS? Nou, dat is niet zo gegaan. Het is dus wel zo dat de heer Aaron de opkomende jonge man was, die inderdaad in de partij zich profileerde. En er is eigenlijk in de partij een beetje een strijd geweest wie zou overnemen. En die strijd ging voornamelijk tussen drie mensen. De heer Nooitmeer, Rufus Nooitmeer, de heer Van Genderen, Alton Van Genderen en de heer Aaron. Ja, dus die drie, het ging om die drie. En uit die drie is de heer Aaron uiteindelijk naar voren gekomen als de leider. En sommigen zeggen dat hij al door Pengel was aangewezen. Ik weet het niet. Kroonprins. Ja, kroonprins, ik weet het niet. Maar hij is daaruit naar voren gekomen. En ik moet zeggen, het is een groot Surinamer geweest die ook fouten gemaakt heeft. Iedereen maakt fouten. Maar hij heeft, wat men ook kan zeggen, hij heeft de onafhankelijkheid doorgezet. Het is een moedige daad geweest om door te zetten. En heeft die onafhankelijkheid gebracht. Wat men ook kan zeggen. Niet? Hij heeft geen referendum gehouden, dat is waar. Maar we zijn elkaar niet te lijf gegaan. Geen enkele groep. Zolang ik Aaron, minister-president van dit land ben, of voorzitter van de NPS, zal de partij nooit verraad plegen. Ook niet als meneer Lachman daarom vraagt. A mentaliteit dat nabi. En een chef contact me. If you pleeg verraad, mij pleeg en toe. Nee, Aaron. Nooit van geleden. En met dit begrijp, was aan die boom. Mijn eenmaal gegeven woord zal ik tot de dood gestand doen. Ook aan eenmaal gegeven woord die a regering me doet ten opzichte van Nederlandse regering. Wij hebben ons woord gegeven aan het kabinet De Uil. Het kabinet Aaron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Ja! Nogal een gedurfde stap dus eigenlijk van Aaron. Ja, dat klopt. En
Men kan hem verwijten dat hij dus geen volksraadpleging heeft gedaan voor de onafhankelijkheid. Men kan hem verwijten dat hij in de partij NPS geen brede discussie op gang heeft gebracht. Maar men kan hem niet verwijten dat hij een fout heeft gemaakt. De onafhankelijkheid was een goede zaak. Maar waarom heeft hij zijn eigen partij niet geïnformeerd? Nou, het zit dus zo dat er een aantal mensen in de partij waren die niet voor de onafhankelijkheid waren. En die wilden eigenlijk een onafhankelijkheid met een brede basis, dus met de VHP samen. En die mensen hebben als argument gebruikt dat ze niet gekend zijn toen de heer Aron het besluit nam en het afkondigde dat ze het gehoord hebben van onafhankelijkheid gaat komen. En die mensen waren parlementslid. Dat zijn de heer Somohardjo, mevrouw Lies de Klarke, de heer Edmund Vriesde en de heer Liconfong. Die vier, die waren ontevreden. Van die vier heeft de heer Edmund Vriesde, nadat de heer Aron hem uitgelegd heeft van we gaan dat ding doen, we moeten leiding geven. En als je leiding geeft, wil het niet altijd zeggen dat je alles met iedereen bespreekt. Heeft meneer Edmund Vriesde zich niet meer geschaard in die groep van vier. Bleven over meneer Somohardjo, mevrouw Lies de Klarke en meneer Liconfong. En deze mensen, die waren alle drie NPS'ers. Meneer Somohardjo was lid van de NPS. En was gekandideerd door de NPS en gekozen als NPS'er in de fractie NPS. En hij nam nu een standpunt in samen met mevrouw Lies de Klarke en meneer Liconfong tegen de fractie van de NPS. Terecht. In zoverre terecht dat het beter zou zijn geweest als ze geïnformeerd waren. Ja, precies. Dus dat wel hoor. Dus dat moet ik eerlijk zeggen. Maar onterecht om zich te scharen met de oppositie. En zich te stellen als tegenstanders van de onafhankelijkheid. Zo op te stellen, want de VHP was vierkant tegen de onafhankelijkheid toen. Men wilde het niet. Men was bang dat net als in Guyana hier toestanden zouden ontstaan, dat bepaalde volksgroepen zouden zijn weggedrukt enzovoort. Allerlei wilde verhalen werden verteld. Maar voorwaar die vrees? Die vrees was gebaseerd op het bewind van de heer Burnham in Guyana. Dat moet eerlijk gezegd worden. Ik heb ooit wel eens een gesprek gehad met de heer Latchman en ik begreep waar het uit kwam, voortkwam. Het ging niet goed in Guyana. Ik moet zeggen dat de Hindoestaanse volksgroep in Guyana niet goed behandeld is door de heer Burnham. Dat is waar. Niet? Maar dat betekende niet dat Aron dat zou doen. Begrijpt u? Het was een verkeerd uitgangspunt. Omdat, te meer omdat de NPS eerder met de VHP had gewerkt. Wat had moeten gebeuren is dat de heer Latchman had moeten accepteren dat Aron toen het voortouw had en dat hij mocht meedoen. Maar hij dacht dus dat mee te hebben, zeg maar de twijfel die er bij grote delen van het volk bestond. Want ik moet u eerlijk zeggen, als de heer Aron een referendum had gehouden toen in 1974, zou hij geen meerderheid van het Surinaams volk krijgen voor onafhankelijkheid. Ja, want ontzettend veel mensen zijn toen in het land. Ja, ja. De mensen waren, u kent het Bijbels gezegde, de vleespotten van Egypte. En men wilde niet met Mozes de woestijn in naar het beloofde land. Men wilde bij de vleespotten van Egypte blijven. En het waren veel Surinamers die niet progressief dachten. En dachten, maar hoe dag Holland, laten we dan blijven hangen bij Holland hoor. Begrijpt u? En die wilde eigenlijk doen wat Curaçao heeft gedaan. Maar eigenlijk een soort dieptepunt dat een groot deel van je eigen mensen, dat eigenlijk die mensen wegtrekken. Ja, dat is jammer. En het doet zich in de geschiedenis van veel volken voor, dat eigenlijk een progressieve minderheid dingen doordrukt. Begrijpt u? Napoleon Bonaparte heeft ook geen volksreferendum gehouden. In de Franse Revolutie ook niet. Meneer Washington in de United States ook geen volksreferendum gehouden. Want als hij die mensen had voorgehouden, hoeveel mensen zouden doodgaan in die strijd, zouden ze niet voor zijn. Begrijpt u? Het is een strijd geweest en die strijd is een burgeroorlog geworden daar. En daaruit is voortgekomen inderdaad een ander Amerika. Dat geen slavernij kende wat het zuiden wilde en het noorden niet wilde. Dus er was een strijd, een ideeënstrijd. En het is jammer dat er dus toen een verzoening gekomen is, die eigenlijk gekomen is doordat mensen over en weer heen gingen. Want u had 39 zetels in het parlement. En de NPK had 22 en de VHP-fractie had 17. 22-17.
Toen drie mensen overliepen, niet meer wilden meedoen, werd het 22 min 3 is 19 en het werd 17 plus die 3 is 20. En men schreef op de schuttingen, dat kan ik me goed herinneren, 22 min 3 is 19, 17 plus 3 is 20. En de heer Latschman die meende dat hij op een zijspoor had gezet of ontspoord had de onafhankelijkheidsbeweging. Want hij had nu 20 mensen en de heer Aaron had 19. En toen is het volgende gebeurd. Iemand van de VHP-fractie, dat is de heer Sjors Indori, die heeft de moed gehad. En ik hoop niet dat de VHP'ers boos worden op me. Maar hij is dus een reddende engel geweest. Hij heeft de moed gehad om te zeggen, ik ben niet bang voor onafhankelijkheid, al heb ik een Creoolse leider. Hij heeft die moed gehad en heeft die progressieve stap genomen. Hij heeft gezegd, ik ga wel voorstemmen. En toen werd het 2019. Verraad? Het is dus door de VHP uitgelegd als verraad natuurlijk. Omdat die man in die fractie was en hij is overgegaan. Maar toen die andere drie uit de fractie gingen van de NPK, was het geen verraad. Ja, maar dat is gebruik van gemaakt. Dus kijk, deze dingen zijn... Wanneer het straatje past. Ja, precies. Ja, ja. Wanneer het in een straatje past, dan is het verraad. Wanneer... Ik geloof dus dat de mensen die dus toen, de heer Sommerhard, de heer, mevrouw Lisdek Klarke en meneer Likonfong, die hadden een valide punt. Meneer Aaron had ze moeten raadplegen. Weet u wel. En het zou beter zijn geweest als we een breed gedragen nationaal kabinet hadden gehad naar de onafhankelijkheid toe. Maar het was niet zo, het is niet zo gegaan. En wanneer het eenmaal niet zo gaat, dan moet je kiezen en zeggen van, kunnen wij als natie samen vooruit of niet? Maar het is eveneens een belangrijke stap van Sjors Indori daar geweest. Hè? Ja, het is een zeer belangrijke stap en hij heeft een prijs voor betaald. Die prijs is geweest dat hij dus in de VHP opzij is gezet. Hij was dan degene die de VHP filosofie of standpunt, VHP-standpunt niet trouw was geweest en hij is er nooit bovenop gekomen. De heer Sjors Indori moet historisch wel die plaats krijgen dat hij beslissend is geweest voor het doorkrijgen van de onafhankelijkheid op 25 november 1975. Dus in wezen is Sjors Indori een held geweest. In zoverre, ja. Mm. Ja. Er zijn mensen die hem van alles en nog wat beschuldigen, hoor. Maar omkoperij? Wat zeg je? Omkoperij. Allerlei dingen, wilde verhalen doen de ronde. Ik heb hem dus gekend als student in Wageningen. Ik heb hem gekend op het ministerie van Landbouw. We kennen hem als een eerzaam burger. En hij heeft een prijs betaald. Hij had opportunistisch kunnen zijn en gewoon meegaan in die stroom. En dan was hij de leider geworden in de VHP. Hij heeft daarvoor niet gekozen. Hij heeft gezegd, ik vind principieel dat wij de onafhankelijkheid wel kunnen doorbrengen zonder bloedvergieten en mensen van de VHP gaan niet worden gediscrimineerd. Hij heeft een stand genomen en dat is een progressieve stand. Ja. We moeten dingen erkennen wanneer dingen waar zijn. Het is zo. Hij heeft de moed gehad en heeft die stap ondernomen. En heeft ook een prijs voor betaald. Helaas. Ja. En toen kwam die historische brasa. En toen had dus de heer Latschman, de VHP, had geen keus. Dan, het was nu 2019 en ook omdat we een progressieve regering hadden in Holland. Dat is een stuk achtergrond, meneer Limburg, die we toch moeten belichten, want de dingen gebeuren niet zomaar. Suriname zit niet op de maan, Suriname zit op aarde. En er zijn andere plaatsen in de aarde waar dingen gebeuren. In 1974 was er een staatsgreep in Portugal van jonge militairen, progressieven, die hebben de fascist Salazar verdreven. En die hebben al die koloniën, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, al die Portugese koloniën in Afrika, die hebben ze gezegd, jullie worden onafhankelijk. En die hebben de bevrijdingsbewegingen in die landen gezet. En de bevrijdingsbewegingen in die landen, die waren pro-Rusland. Het waren eigenlijk communistische bewinden van Angola, Mozambique, al die landen, Guinea-Bissau enzovoort. En meneer Den Uyl van de Partij van de Arbeid had dus een progressieve lijn. En ik zeg niet dat hij ze heeft een naaperij heeft gedaan, maar in het kielzog van de Portugese onafhankelijke proces, onafhankelijkheidsproces voor die Afrikaanse koloniën, heeft Den Uyl ook Suriname gezet. En ik moet zeggen dat het niet alleen Aaron was die voor onafhankelijkheid was.
Ook uit Nederland werd het gestuurd. En Nederland heeft daarom ook de zogenaamde gouden handdruk gegeven. Dus Lachman kwam in twee problemen. Hij raakte hier zijn 2019 meerderheid kwijt door het omgaan van de heer Hendori. En laat me toch iets zeggen over... En hij had Nederland daar ook niet mee. En hij had Nederland ook niet mee. En over dat omgaan, een heleboel mensen vergeten dat in Amerika bijvoorbeeld gebeurt het regelmatig. People cross the line. Ja. Dat mensen overstappen. Ja, omdat ze vinden, ja, ik kan wel voor dat ding stemmen. Mm. En mijn partij kan op zijn hoofd gaan staan. Ik geloof dat een goed ding is. Ik ben gekozen door het volk. Ik stem zo. Begrijpt u? Dus dat heeft Hendori gedaan. En Lachman zat klem. Hij moest toen meewerken. En toen heeft men, ach, u weet hoe dat gaat met de verzoeningen. Ja, men heeft elkaar omhelst enzovoorts. En er is een belofte gedaan dat er verkiezingen zouden komen die eerlijk zouden zijn. Maar die Brasa was wel een juiste beslissing, want voor zover ik me kan herinneren, waren er allerlei branden, hebben we allerlei onregelmatigheden toch gehad. Ja, ja, ja. Ja, onregelmatigheden die werden aangezet uit de VAP-hoek. Laten we daar niet omheen draaien. Men gaat boos worden als ik die dingen zeg, maar het is waar. Die branden bedoel je? Ja, die branden in Paramaribo die werden aangezet uit de VAP-hoek. De heer Atamongra heeft dat zelf verklaard, de heer Atamongra Weyla. En mij weet het, ik zit niet te liegen. Ik zeg de waarheid, het is gebeurd. En ik begrijp het wel, maar het is niet aanvaardbaar. En dan moet je nu niet komen doen dat jij de paus bent die nooit een stikkie rookt. Want je hebt een stikkie gerookt toen. Begrijpt u? Je bent ook fout geweest ten aanzien van dat beginsel. Van dat je mensen niet aanzet tot vernietiging. Want dat is gebeurd. Feit is, we hebben toen in 1975 de vredespijp gerookt. De VAP, de NPS, de PNR, de KTPI, de PSV, alles lief en leuk, we gaan opbouwen. En ik moet zeggen dat in de periode 75-80 de regering Aron een aantal scheve schaatsen is gaan rijden. Leiders maken fouten. En een van die scheve schaatsen is, en ik wil eigenlijk naar 1980 toe, want we zijn nu 34 jaar geleden bijna, voordat de staatsgreep in 1980 voortkwam. Die staatsgreep is niet zomaar als hagel uit de lucht komen vallen. Die staatsgreep is gekomen omdat er onvrede was. En omdat het bewind fouten maakte. Het bewind van Aron toen, de heer Aron die de leiding had. Hij, ik weet niet of je het machtsarrogantie of zeg maar machtsdwaling kan noemen, maar op een bepaald moment meende hij dat hij vakbondsrechten mocht ontkennen, mensen mocht opsluiten en de ene gewapende macht tegen de andere mocht opzetten, de politie tegen de militairen. En daaruit is een proces gekomen, zogenaamd de Bomica Fight, Bond van Militair Kader, die eigenlijk uit de kazerne gezet is en introk waar ABO is. En daaruit is de staatsgreep voortgekomen. De staatsgreep is niet zomaar dat 16 mannen een avond zijn gaan zitten en we gezegd, luister, we gaan een staatsgreep doen. Er was algemene onvrede. In november, december 1979 was er een onhoudbare situatie ontstaan in het parlement ook. Maar heeft Nederland ook ingespeeld op de onvrede? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Er zijn dus dingen, beweringen, dat Nederland eigenlijk mede-organisator is geweest van de staatsgreep. Het is zo dat de militairen waren opgesloten, een aantal. Ik meen meneer Abrahams, meneer Sital en nog één. Nede. En meneer Nede, die waren opgesloten. En de militairen waren uit de kazerne gezet en hun was het recht ontzegd dat ze een vakbond mochten hebben. En de politie stond tegenover de militairen met scherp. En gelukkig is het niet tot een bloedbad gekomen toen. De militairen hebben gecapituleerd, ze zijn weggegaan en ze zijn zich gaan beraden. En een groep van 16 onder hun, die heeft de staatsgreep gedaan. En daaruit is voortgekomen niet een militaire regering zoals vaak in andere landen gebeurt. Wanneer een militaire elite militairen zet in een hele regering, de beweging van toen, de Bomica-beweging, die heeft gevormd een Nationale Militaire Raad. En die Nationale Militaire Raad heeft een burgerregering gezet. Heeft de heer Verrier gehandhaafd als president en heeft ook burgerministers benoemd. Begrijpt u? Dus dat is wat toen gebeurd is. De militairen hebben gezegd, oké, maar je moet het wel anders draaien. En de heer Chenassin is toen premier geworden.
in 1980. En de heer Ferrier is gouverneur, president gebleven. Toen was geen gouverneur meer, was president. Hij is president gebleven. Dat heeft een jaar geduurd en daarna werd de heer Chenassin president. Het was een woelige periode met contra-coups tussendoor. Want een heleboel mensen dachten, als die 16 man het kunnen, kunnen wij het ook. En hebben geprobeerd te koepen, dus de macht te grijpen. En het is een zeer woelige periode geweest met beperkingen voor de burgers. Avondklokbeperking, perscensuurbeperking, vergaderrechtbeperking. Je mocht niet vrij vergaderen, omdat de militairen bevreesd waren dat er dingen zouden kunnen gebeuren die uit de hand zouden lopen. En zij heeft dus toen een strakke lijn gehouden. Het heeft niet al de jaren geduurd, maar het heeft zeker geduurd in 1980. En in 81, meen ik, is dus die avondklok geleidelijk aan opgeheven. En is er ook een zekere persvrijheid matig toegestaan. En geleidelijk aan is dus, heeft de pers meer ruimte gehad om zich te uiten. En in die periode hebben we burgerregeringen gehad. Ja. In de periode vanaf, je zou kunnen zeggen, 1980 tot en met 1984. Ja, maar wat is de rol na de staatsgreep van de politieke partijen geweest? Want u hebt eerder in het gesprek aangegeven dat in wezen de VAP, ik zeg het met mijn eigen woorden, blij moet zijn geweest met die ingreep in 80. Ja, de VAP had blij moeten zijn. En ik denk dat de VAP had moeten meedoen, elementen leveren voor de nieuwe regering. Omdat de militairen hebben gezegd, luister, we hebben de macht gegrepen omdat er een onhoudbare toestand was. Kom en doe mee. Maar men wilde niet. Men heeft zich op het standpunt gesteld van niet. Begrijpt u? Terwijl andere partijen wel hebben ingeleverd. Begrijpt u? Met name de PNR. Die heeft ingeleverd. Ook de PALU heeft ingeleverd. Weet u dus. Er zijn ook NPS'ers geweest die minister geworden zijn toen. Maar vanuit de VAP niet. Ziet u dus. Ik lees daaruit een beetje van. Als Nederland zegt dan doe ik het. Als Nederland niet zegt doe ik het niet. En dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat uit die partijen nog altijd het idee is dat als Nederland niet zegt is goed, dat is niet goed. Als Nederland zegt is goed. Begrijpt u? En we moeten daar vanaf. We zijn een onafhankelijk land en we zijn best in staat het land goed te besturen. Het gaat goed. Ik bedoel, wat willen we nog meer? Als u rondkijkt in de wereld wat er gebeurt. Of u nou in Guyana kijkt of in Jamaica of in Barbados of Brazilië. Je begrijpt, er is een internationale crisis en het gaat bij ons redelijk goed. En wie hebben de leiding? Mensen die ooit op ondemocratische wijze met militaire macht de macht gegrepen hebben, maar die een proces op gang hebben gebracht en hebben gesteund en hebben gerespecteerd. Want, laten we het zo zeggen zoals het is, de heer Boutersen en zijn mensen, die hebben geaccepteerd de verkiezingsuitslagen. Die kwamen in 1987. Niet? En die kwamen in, wanneer was er weer? 91. In 1991. En die kwam in 1996. En die kwam in 2000. En die kwam in 2005. Niet? Waarbij zij niet de regering formeerden. Behalve in 1999. Ziet u? En dat is een, we hebben 5 opeenvolgende eerlijke en geheime en vrije verkiezingen gehad. Dus we kunnen niet zeggen dat het slecht is gegaan uit wat uit de staatsgreep is voortgekomen. En ik wil op nog iets wijzen. En dat is dat vanuit het militaire bestuur reeds vroeg burgers de gelegenheid hebben gehad te besturen. De regering Chenassin, daarna de regering Nijhorst, daarna de regering Alibux, weet u wel. En mensen werden benoemd tot president ook. Niet, dat waren burgers. Het waren geen militairen. Dat was de heer Ferrier, de heer Chenassin, de heer Ramdat Missir, weet u dus, de heer Kraag. Hè? Die zijn allemaal vanuit militair gezag en militair bestuur naar voren geschoven. En ik moet zeggen dat zij de ruimte hebben gehad om gestalte te geven aan de democratie in toenemende mate. Zo zeer zelfs dat in 1984 de heer Radakishun premier kon worden. U kent die periode wel, de heer Pratap Radakishun. Ja. Die is dus toen naar voren geschoven als premier. En die kwam uit de VAP-hoek, hij kwam niet uit de andere hoek. Niet? En men ging toen meedoen. En was die niet in 86?
86. Want ik dacht in 84 dat het Udenhout was, hè? Ja, in 84 was het Udenhout. Ja, correctie is juist. In 84 was het Udenhout. En in 86 de heer Radakishun Pertap, die was de premier. En daaruit is voortgekomen eigenlijk de verkiezing van 87. Waar dus de nieuwe combinatie van VAP plus NPS een duidelijke meerderheid heeft gehaald en heeft bestuurd. Niet? En niet is belemmerd, behalve dan, dat moet ik wel zeggen, de tweede coup, die legt een beetje een domper op de eerste coup. De telefooncoup van 1990, toen een democratisch gekozen regering, Shankar, afgezet is. Maar het heeft niet lang geduurd, het heeft net een jaar geduurd. En er was ook een burger.